Hardware.Info Smart TV streaming wordt mede mogelijk gemaakt door hosting van IS. In deze aflevering van Hardware.Info TV, de Alienware Area 51. Welkom bij Hardware.Info TV. Dell heeft onder submerk Alienware een bijzondere nieuwe game-PC geïntroduceerd. Hij heet Area 51 en als je hem bekijkt zie je dat die naam erg goed gekozen is. Want ja, het lijkt er echt op alsof deze game-PC van een andere planeet komt. Ja, hij had wat mij betreft zo uit in een set van een science fiction serie of film kunnen komen. Ja. Ja, het ziet er wel heel erg bijzonder uit. Ja, een beetje een driehoekig-achtige behuizing. Met hier verlichting aan de zijkant, aan de voorkant zit er ook verlichting op. Het moederbord zit er ook anders in dan wat we gewend zijn van dit soort systemen. Dus ja, het ziet er heel erg bijzonder uit. Ja, Alienware is natuurlijk een submerk van Dell ooit los begonnen, daarna door Dell gekocht. En ja, eigenlijk al sinds jaar en dag specialiseren zij zich echt in game PC's. Maar ook echt specialiseren. Er worden echt specifiek producten door Alienware ontwikkeld voor deze markt. Het is niet zo dat ze een luxe Dell product pakken en daar eventjes zomaar een Alienware stekker op pakken. Of een standaard kastje inkopen, dat doen ze ook niet. Dit is inderdaad iets wat gewoon door hun zelf ontworpen is en inderdaad gewoon bijzonder in elkaar zit. Nou, laten we maar eens beginnen met over de configuratie te praten. Deze systemen beginnen bij zo'n €1500, maar de configuratie zoals hier staat is wel iets luxer en ook wat duurder. Ja, hier zit dan een 5930K in, gecombineerd met 16 gigabyte geheugen bestaande uit Samsung modules. Ja. Verder gecombineerd met een Samsung SSD, een 4 terabyte harde schijf zit er bijvoorbeeld in. En in totaal 3 R9 290X in Crossfire. Ja, maar het is wel zo, al die systemen, dus ook ja, het instapmodel voor zover je dat zo kunt noemen bij €1500. Ze zijn allemaal gebaseerd op Haswell E, op het meest luxe processorplatform van Intel. Ja, en ja, je ziet ook wel eigenlijk aan de configuraties die ze bieden dan, ja, die zijn ook gewoon heel erg luxe. Op dit moment, als je gaat kijken op de website van Alienware, bijvoorbeeld wordt die in de meest luxe variant aangeboden met 3 GTX 770's. Ja, dan zit je toch al op zo'n €3600. Kijk, dit is natuurlijk een type systeem. Zou zeggen, als je hiervoor gaat, moet je er goed voor gaan natuurlijk. Ja, en net als bij, zoals we van de normale systemen van Dell kennen, op de site gewoon netjes te configureren, precies ja, aanklikken hoeveel geheugen, wat voor opslag. Noem maar op. En uiteraard, als je nog specifieke wensen hebt, kun je ze altijd bellen en dan kun je nog een stap verder gaan in configuratie. Ja. Nou, een systeem met een Haswell E-processor en wat videokaarten in elkaar sleutelen, dat kunnen heel veel normale computerwinkels ook voor je doen. Wat dit product dus wel bijzonder maakt, is eigenlijk gewoon ja, enerzijds de kast waar het in zit en dan anderzijds ook de afwerking van het totaalplaatje. Dus laten we daar maar eens naar gaan kijken, want je zei al, hoe die computer hierin zit, is wel echt bijzonder te doen. Ja, kijk, wat natuurlijk wel een beetje een verschil is met een systeem wat je bijvoorbeeld bij een gewone computerwinkel koopt, is dat dit natuurlijk wel gewoon echt vervoerd moet kunnen worden. Dit moet echt geshipped moeten worden. Dit moet aan alle keuringen voldoen, et cetera, et cetera. Dus je zult bijvoorbeeld ook zien dat die van binnen niet zwart afgewerkt is voor een groot deel, maar dat het zilver afgewerkt is. Dat heeft deels met shielding te maken, die op die manier gedaan moet worden. Maar als je bijvoorbeeld ook echt van binnen gaat bekijken, dan zie je ook dat hij echt compleet anders in elkaar zit dan wat je gewend bent van een gewone computer. Ja. Er zitten hier geen harde schijven, die zitten aan de achterkant. Maar je ziet dus eigenlijk dat het moederbord een beetje schuin ingeplaatst is. Ja, en ja, het is inderdaad wat dat betreft een soort driehoek, ja eigenlijk een zeshoek. En de grap is dat je hem, dit is eigenlijk de standaard manier waarop je hem neer kunt zetten, maar als om welke reden dan ook je hem even naar voren of naar achter wil zetten, is dat geen enkel probleem. Nee, zo prijzen we hem ook zelfs aan op de website van Dell. Alle hoeken kunnen 5 keer het gewicht van deze kast dragen. Ik moet denken dat in deze configuratie weegt hij al 26 kilo. Ik zou zeggen van nou, ik vind het wel wat zwaar om bijvoorbeeld naar een party mee te nemen, maar ja, als je hem op je bureau laat staan heb je wat minder last van. De UPS komt hem ook met 2 man brengen. Wij testen hem hier op de eerste etage, dus dan was het wel even flink sjouwen om hem naar boven te krijgen. Nou, je ziet ook een mooie waterkoeler die op de processor is geplaatst. Ja, en van binnen ziet het er vrij mooi uit. Hier zit een 1500 watt voeding van Delta, modulair. Nou ja, hier bijvoorbeeld ook een klein detail. De kastverlichting die zit via deze connector tegen een printje op de kast. Dus je hoeft niet te knoeien met losse kabeltjes. Ja, het ziet er heel netjes uit. Ja, en die kastverlichting, om daar meteen even door te gaan, hij staat nu op standje blauw, maar je kunt hem ook instellen op alles wat je wil. Als je het heel erg mooi vindt, kan dat ook. Ja, ik had laten knipperen, et cetera, via het configuratiescherm van Alienware. Ja, kan je echt dat helemaal tot je eigen hand zetten. Je kunt er ook specifieke configuraties met games en zo bij verzinnen. Nou ja, dat kan van alles wat dat betreft. Ja, vraag die meteen bij veel mensen op zal komen. Als je zo'n kan-en-klaar aanmerk gamesysteem koopt, moet je het met deze configuratie doen tot in het einde der tijden? Of valt hier wel nog wat aan te upgraden? Ja, er is hier best wat op te upgraden. Kijk, in principe, het zijn natuurlijk wel grotendeels specifiek voor Alienware ontwikkelde dingen, zoals het moederbord, dat is een MSI moederbord, maar wel van Alienware. Staat ook het Alienware logo op, maar ook wel een MSI nummer, dus hij is wel te herkennen. Ja, zit ook maar er is geen variant van dit moederbord die los in een doosje wordt verkocht. Nee, en als je bijvoorbeeld ook in BIOS gaat kijken, zitten er ook wat overklokmogelijkheden in. Er zit ook een stukje software bij waarbij je dat kunt. Op zich wel grappig, de overklokinstellingen zitten onder het kopje mailbox configuration. Ja. Dus ik weet niet waar die vertaalfout vandaan gekomen is, maar ja, je kan er het een en ander mee doen. Kijk, alle kabels zitten gewoon in, de voeding is gewoon modulair, dus je kan er in principe ongestraft een andere voeding in steken. Er zitten alleen wel maar 4 geheugenbanken in, maar ja, ik denk dat voor de meeste mensen 16 gigabyte toch wel voldoende is. Ja, dan blijft eigenlijk de vraag, en dat is appels met peren, dat realiseer ik me, is zoiets nu een goede keuze of kun je toch gewoon beter naar de Alternate of de Informatica of welke andere computerwinkel dan ook en daar een gamesysteem laten samenstellen, want vermoedelijk kunnen die nog iets goedkoper dan Alienware. Die kunnen het ongetwijfeld goedkoper, maar ja, kijk, je krijgt hier natuurlijk wel een heel mooi systeem, een heel bijzonder systeem voor terug. En dat heeft natuurlijk ook wel zo'n meerwaarde. Dus net zoals dat als je, er zijn natuurlijk ook, je kan een gamesysteem samenstellen in een hele goedkope kast van, weet ik veel, €59 of zo. Maar je kan ook een iets duurdere kast kopen. Kijk, en dit is natuurlijk een totaalplaatje met ook allerlei Alienware support services erbij en zo. Ja. Dus ja, als je daar waarde aan hecht, dan is dat natuurlijk heel erg interessant. Aan de andere kant, als je zegt van ja, ik wil voor een dubbeltje op de eerste rang gaan zitten, dan kan dat natuurlijk ook. Zoals altijd, als je wat bijzonders wil, dan moet je daarvoor betalen. En met die conclusie komen we aan het eind van deze aflevering van Hardware.Info TV. Wij zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Als luchtkoeler gebruiken en dan over een tijdje overstappen op zo'n custom set waar je dan, ja, zoals we hier op de foto laten zien, handig op kunt aansluiten. En het voordeel is natuurlijk ook, je hoeft er niet zo'n speciaal koelblok voor te kopen. Garantie is helemaal voor elkaar met het apparaat. Ja. Geen gedoe wat dat betreft. Je hoeft niet zelf de boel eraf te halen. Dus dat is in principe wel een groot voordeel als je dus...